staan hier bij Schelte, de winnaar van Mr. Vlaanderen toen nog, ondertussen is Mr. Belgium. Hoe doet dat nu hier staan, nog eens terug nieuwe kandidaten te zien? Vreemd. Ik vind dat heel raar dat ik mijn lint aan heb. Ik heb dat effectief een jaar... Allee, dat ging wel omhoog bij mij ingekaderd, maar ik heb dat niet meer aangehad. Dus dat is heel raar om mijn lint nu aan te hebben. En ook om de jongens zo te zien, ja, welke stress dat ze hebben, wat dat ze nu doormaken. Ik voel dat exact precies alsof wat dat 2 jaar geleden bij mij is dan. Dus dat is wel mooi om te zien. Ik voel gewoon, de jongens moeten nog groeien, die moeten nog keiveel zien, nog keiveel leren. Dus ik ben wel heel enthousiast in hun plaats. Ja. Het is nu bijna een jaar geleden voor jou. Ondertussen, wat doe jij allemaal zo nog? Kom jij nog op veel plaatsen? Dat je zegt van ja, Mr. Vlaanderen, of is dat zo'n beetje gepasseerd? Ja, ik zelf gebruik de titel niet meer, dus Mr. Geen Vlaanderen, daardoor zal ik niet meer ergens naartoe gaan. Ja. Maar met de organisatie zelf bijvoorbeeld, als Bram of de huidige Mister voor een evenement niet beschikbaar is om mee te gaan, kan ik eventueel een keer meegaan of zo, dus op die manier. En voor de rest, ja, gewoon de première is waar ik af en toe nog eens op uitgenodigd word, gewoon als Schelte. Wel na verloop van de verkiezing natuurlijk, maar het is wel fijn dat de mensen nog een beetje herkennen en dat je nog een klein beetje contact met de mensen hebt. Dat vind ik wel leuk, ja. Jij bent wel ergens populair hier in Antwerpen. Hè? Jij zit toch wel wekelijks ergens hier bekend in Antwerpen. Hè? Ja, ik heb mijn eigen wel. Ik kom van Scherpen, van Tiltwingen, de kanten van Scherpenheuvel. Maar ik heb mijn eigen wel een beetje ingewerkt hier in Antwerpen. Ik heb mijn vrienden hier leren kennen. Ik woon hier nu ook een jaar ondertussen. Ja. Dus ik ben hier ook wel heel graag. Ja. Dus, ja. En als fotomodel ben je ook nog wel druk aan het werk, heb ik gezien. Allee, ik volg u een beetje op Facebook, dan zie je zo het een en het ander passeren. Ja. Toch wel leuk ook om te doen. Ja, absoluut. Dat is iets wat ik meegenomen uit de verkiezing ook. Ik heb dat altijd al graag gewild, dat was een beetje een droom van mij. Ik heb dat kunnen verwezenlijken door de verkiezing, door met de juiste fotografen in contact te komen. En dat heb ik nu doorgetrokken. En ik vond het ook wel belangrijk dat ik dingen kon meenemen uit mijn verkiezing. Dat ik iets kon zeggen van kijk, dat en dat heb ik nog overgehouden door mijn jaar hard werken eigenlijk. En dat is onder andere ook die fotoshoots en bepaalde merken waar ik nog model voor ben en dat is wel fijn. Heeft het jou iets gedaan als Raf Mr. Europe weer? Of? Ik was kei fier op hem, ja. Ik heb natuurlijk in mijn jaar geen Mr. Gay Europe gehad. Dat was enkel de Mr. Gay World. Dus dat is al een beetje anders. Hij moet de world nog doen. Ik ben benieuwd hoe ik me dan ga voelen als hij hoger dan de top 6 raakt. Maar ik ben heel fier op hem. Hij heeft dat heel goed gedaan en heeft dat ook echt verdiend. Hij heeft dat terecht gewonnen ook. Dus ik kan alleen maar blij zijn voor hem. Je hebt al eens gewonnen. Zou je nog een keer meedoen? Nee. Ik zou niet meer meedoen, omdat ik vind, als je doet keihard je best, je hebt je eigen bewezen op een bepaalde manier van je campagne en zo, dan is het de kans om iemand nieuw dat ook te laten doen. Daarom zou ik gewoon niet meer meedoen. Gewoon dat er andere mensen zijn die ook die ervaringen moeten opdoen. En als ik het dan nog eens zou doen, ik heb het eigenlijk al gehad. Ik heb mijn mooie momenten gehad, ik heb eruit geleerd, ik heb heel veel leuke dingen gedaan. En dat is goed voor een jaar en nu is het tijd voor de volgende. Het project waar je op dat moment mee bezig was, hoe ver staat dat daar? Gaat dat ook nog verder? Ben je er nog altijd mee bezig? Ik ben nog altijd wel actief mee bezig. Zoals de Hollyby-ouderschap en de wetgeving daar rond en zo. Vooral over draagmoederschap wat ik mee gefocust. Ik heb natuurlijk met de politiekers dat wij onze gesprekken gehad. Ik heb nog altijd wel af en toe een paar meetings daarmee. Maar nu is er één finalist ook dat het onderwerp ook heeft aangekaart. Dus natuurlijk, ik ga onpartijdig zijn, maar zo leuk dat er een finalist mijn onderwerp ook mee verder neemt. En dan weet ik ook van dat gaat blijven leven, ook de komende maanden. Dat gaat weer ontgewerkt worden, dat gaat weer een stapje verder geraken. Dus dat is wel fijn natuurlijk. En wie weet dan in de toekomst samen door ontwerken, is altijd wel fijn. Ja, absoluut. We hebben trouwens al samen gezeten om te bespreken van wat heb ik gedaan, wat kan hij nog doen. Ja. Dat is natuurlijk, zo'n dingen dat is leuk om samen te doen. Dat je eigenlijk samen dingen kunt verwezenlijken. Ook voor de andere jongens, als je alle onderwerpen samen giet, het draait gewoon op het gelukkiger maken van de mensheid. En dat is het mooiste dat er is. Hè. Voilà, uiteindelijk, ik vind jou nog altijd de tofste en de mooiste Mr. Gay, ook al was nog van Vlaanderen. Ik bedank jou, ik wens jou hier nog een fijne avond. Dankjewel, voor jou ook.